Eugène van der Zan blijft directeur van het kabinet van de president. Hij had eerder deze week zijn ontslag ingediend bij president Desiree Bouterse nadat er rond het 8 december strafproces een verschil van inzicht was ontstaan met Erwin Kanhai, raadsman van de president. Het staatshoofd, tevens voorzitter van de NDP, heeft op woensdag 29 januari tijdens een politieke meeting in Koroni aangegeven dat er tijdens het werk verschil van mening kan zijn. President Bouterse onderstreepte dat in het samenwerken wij in staat moeten zijn om rationeel zaken te benaderen en zeker niet voorbij moeten gaan aan de verdiensten van, in dit geval, Van der Zan. Het staatshoofd benadrukte dat directeur Van der Zan vanaf 1980 het proces heeft ondersteund en vanwege zijn kennis is aangetrokken om leiding te geven aan de bestuurs- en administratieve aangelegenheden van het kabinet van de president. Op deze gronden heeft het staatshoofd aan de directeur medegedeeld diens ontslag niet te kunnen accepteren.